Deze deur komt van de oude Chinook, van de Chinooks die in Afghanistan hebben gevlogen. Ja, mogelijk heb ik dus als, toen de tijd als first officer achter deze deur gezeten en missies gevlogen. En een van die missies, dat was een hele bijzondere missie, daar zijn wij uiteindelijk voor onderscheiden. Dus er zit een verhaal achter. En aan de andere kant is dat gevoelsmatig was dit het enige wat tussen mij en Afghanistan zat. Dus de dreiging. Dus het heeft emotioneel denk ik, ja, het houdt niks tegen natuurlijk. Het is gewoon een aluminium deurtje met dat glas. Maar ik vind het wel een mooi aandenken aan die missies van toen. Dus ik ben heel trots dat die hier mag hangen. Ik ben ervan overtuigd dat het voor een gemiddelde Nederlander best moeilijk is om te begrijpen waarom een aantal missies lopen. Maar dagelijks worden we 2 à 3 keer ingezet. Ergens binnen Nederland. Of het nou gaat om het ruimen van een Tweede Wereldoorlogbom. Of het gaat om het assisteren bij de politie van het zoeken naar geld of drugs. Of het bestrijden van een brand. Defensie doet veel. Maar daar is het zichtbaar. En de rest van onze missies die we nog steeds draaien, is dat minder zichtbaar. En dat is jammer. Want ik denk dat je daar juist de draagvlak in de Nederlandse maatschappij kan groeien. Ik vind dat belangrijk. Daarom werk ik bij Defensie. De missie waarvoor wij zijn onderscheiden, dat was toch een hele bijzondere. En dat had te maken met dat wij in een gebied zouden gaan opereren waar we eigenlijk nog nooit waren geweest. Ver naar het westen van Oeruzkan, tegen de grens van Helmand. Er zat een oord tussen de bergen. En daar wilden de Special Forces heen, of dat wilden ze, die opdracht hadden ze. Om daar juist informatie te halen. Daar zat veel Taliban. Dus uiteindelijk hebben we een plek gevonden waar we een soort van landing hebben kunnen maken met de 2 achterwielen van de Chinook. Beide op een aparte rots, waarbij de klep van de Chinook deels open kon. Waardoor die mannen eigenlijk er overheen moesten kruipen en daarna het laatste stukje moesten lopen. Dat was wel heel bijzonder, want dan zit je als vlieger in de cockpit. En je staat met je wielen die enkele meters achter je op 2 losse stenen staan. Dus voor ons is dan heel belangrijk wat onze loopmasters ons vertellen. Je ziet Apaches actie uitvoeren, je ziet explosies en rook. Het is een film waar je naar kijkt. Maar je bent ook keihard aan het werk. Maar goed, dat was nog maar het begin van deze missie. En toen moesten we terug naar Taringkoud om de 2e club op te halen en uiteindelijk de 3e club. Dat ging gelukkig allemaal goed. Maar bij de laatste inzet, dus het 3e moment van afzetten van Special Forces op de grond, kwam het verzoek van Air Mission Commander, dat was Roy de Ruiter, nu drager van de Willemsorde. Die verzocht ons of wij een verdachte zouden kunnen oppakken. Dat is heel bijzonder. Normaal gesproken doet een team van het Korps Commandotroepen doet dat. Maar die mannen waren mega druk op de grond. Die hebben geen personeel over op dat moment. En binnen onze crew hebben we gezegd, ja, deze missie is alleen maar succesvol als iedereen terugkomt. En ten tweede, als we een hoop informatie kunnen krijgen uit deze missie. Daar ging de missie om. En binnen no time hadden we een plan gemaakt. Wat in onze beleving een solide plan was. Ook gezien de omgeving en de risico's. Aanvaardbaar. En dat hebben we uitgevoerd en dat is goed gekomen. We hebben die man weten te vinden, kunnen pakken en af kunnen leveren op Taringkoud. Maar dat heeft wel wat stof doen opwaaien nadat we terug zijn gekomen op Kandahar. Dus daar vonden heel veel collega's die vinden daar iets van. En heel terecht, denk ik, want je treedt buiten de kaders. Dus voor ons was het misschien op dat moment ook wel een tikkeltje vervelend om die confrontatie te krijgen. Omdat je toch terugkomt, thuiskomt en denkt, ja, we hebben een goede missie gedraaid. We hebben dat kunnen doen waar de missie om ging en we zijn allemaal veilig thuis. Maar gelukkig, en dat zagen we niet aankomen, word je daar 6, 7 jaar later voor onderscheiden. Dat is nog maar 1 van de missies. En we hebben zoveel bijzondere missies gedaan. En we hebben misschien ook zoveel geluk gehad. Niet alleen wij, maar ook al onze andere collega's. Ja, dat was Afghanistan.